De Hanno. Ja, wat zijn we? 12,5 hadden we al lam ongeveer. Nou ja, we hebben gemiddeld ongeveer 12,5 per lam, per schiep. Dus nou ja, dan kan je het uitdragen niet. Ja, dat is wat, ja. Ja, dat ben heel prettig al, ja. Ja, van hier gingen we nog voor het eerst een sijsling. Dat gingen we wel een size 4 verlenging van hier. En ook voor het eerst een sijsling. Dat gingen we nog net jaren mee maken. Dus dat vonden we wel heel uniek. Ja, en die doet mijn mem? Mem geeft best mee. Ja, niks van de hoorn. En je hebt mooi 12 lampjes bij me erin. En de oren die rennen hier ergens tussen. Dus dus je kan me 12 keer uitbrengen. Het is nu net met te traceren welke size het binnen staat. Nou, dan mogen we wel even dan mogen de administratie erbij hebben. Dan mogen we in het ziekje, maar dan noem ik het. Dan kunnen we er wel even in. Maar ja, dat wordt een heel toer om het al hier even bij te horen. En dan ben je net alleen aan het werk hier, hè? Want je hebt de familie ook nog. Ja, ik doe het tegelijk met mijn schoonzoon, met Thomas. En mijn Henny, mijn dochter en de vrouw. Ja, dat wordt een familiebedrijf. Ja. En Thomas en ik doen hoofdzakelijk. Wie doet hier tegelijk het meeste werk al hier? Ze zijn in droketeren, daar springen Henny en Simpje springen bij. Ja, en het gaat goed met de schoonzoon? Ja, dat gaat best. Ja. We houden een beetje met een maat. Al mijn koren achter mij alleen, dat is niks gewoon. Nee, maar het gaat boven verwachting, ja. En voor jou dan? Dan komt ze in het bedrijf en hier zal een agrarische achterdoel? Nee, eigenlijk niet. Dus ik ben er zo wat ingerollen. Ja? Ja, ik kreeg verkeer met Henny toen en toen werd je droog. Heen al aan met eten. Nou ja, ik ben ik met hier en ging het horen doen werk ben en dan ging ik er ook met wie zitten. Dus nee, dan wie ik zo wat doen gewoon. Ja, toen mijn peri hier, toen wie ik eigenlijk ook vol op in de skiën op het werk zeg maar. Nou, toen hadden we, dat ging wel best. Maar dan ben ik eigenlijk ook volop hier in bedroevend werk. Ja, en ik ben er wat inrollig. Ja, het is nog wel vrijwillig, maar dan vindt het wel mooi. Ja, zeker. Ja. Dus, ik doe het elke dag met plezier. Dat, ja. En mijn dames, dat gaat ook goed? Die voelen je best. Ja. Dat gaat ook best, ja. Het is vaak, die helpt wat er ook is. Dus het is ook maar een kwartskocht, zeg maar. Het is net al een hele dag met elkaar samenwerken. Dus, maar dat gaat altijd best. Ja, hè? Ja. Ja, als die lampjes drinken, jouw stonden, maar stel wel in de tijd van hem en een beetje geduld. Hè. Nou ja, dat hou je dan op dat moment net, want dan is het droog. Ja. Dus dan doet hij dat meestal meer. Vooral deze tijd met de lammessa, dat is wel mooi om direct mee te helpen. En daar is nog ook oorwerk. Ja. Dan hoeft hij niet de hele dag met die man. Nee, dat deed haar eigen werk en hij is dan binnen apotheken, hè? Ja. Dus heel wat hoors, maar dan in het drokken hier en dan ben we hier op een vrije dag en ben we hier dan te vinden. En ben de man nog wat aardig? Want ze had dan heel drok, zeiden ze dan, hè? Ja, ze had wel drok, nee, maar dat komt wel goed altijd. En de opvolger, komt Rick al weer aan? Ja, die had er ook niet voor het al niet, dat nou, dus... De nieuwe baas. Ja.